Namens de stichting Indië Monument Deventer heet ik u hartelijk welkom bij de Wachtende Moeder voor de herdenking van de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945. In het bijzonder de families en nabestaanden van de oorlogsslachtoffers in het voormalige Nederlands-Indië en Zuidoost-Azië in de jaren 1942-1950. De leden van het initiatiefcomité, het comité van aanbeveling van het Indië-monument. Wethouder mevrouw Lisbeth Grijzen, mevrouw Paula Mattitaputi, de heren professor Dr. Ruud Lapree, Danny Tourbassa, Otto Karhena, Devani Kooni en Christian van Haarstedt, die allen hun bijdrage aan deze herdenking zullen leveren. Vertegenwoordigers van de Molukse Raad, de Stichting Massoi en families uit de Molukse en Papua-gemeenschap, Indië-veteranen en oud-mariniers, leden van de scoutinggroep Titus Bramsma en u allen die zich op een of andere wijze bij de 15 augustus herdenking betrokken voelen. Voorts nog een extra welkom aan onze huisfotograaf Alex Schokker, die sinds de onthulling van de Wachtende Moeder op 11 oktober 1999 gedurende bijna 15 jaar voor uitstekende fotoreportages van de herdenkingen heeft gezorgd. Alex, bedankt. Vandaag gaan onze gedachten uit naar de duizenden slachtoffers en hun nabestaanden uit die donkere periode in de geschiedenis van het voormalige Nederlands-Indië. Toen de Japanse bezetter in de jaren 1942-1945 de vrijheid barbaars en mensonterend geweld aandeed. Naar de slachtoffers van de Indonesische Pemuda's die op een gewelddadige, nietsomziende manier te werk gingen. Naar het gezagsvacuüm dat ontstond na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945. Naar de meer dan 135.000 vrijwillige en dienstplichtige militairen die werden uitgezonden om samen met 70.000 militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger de levens van landgenoten te beschermen en de orde en rust te herstellen. Zij moesten meer dan 6.200 kameraden op de erevelden achterlaten. Hun namen staan voor altijd gegrift in de zuilen van het Nationale Indië-monument te Roermond. Dit jaar heeft de Nationale Stichting 4 en 5 mei een historische kennisactie richting de basisscholen ondernomen. Met als thema Vrijheid geef je door werd een deels digitaal lesboekje over de oorlogsgeschiedenis naar alle basisscholen verspreid voor de leerlingen van het 7e leerjaar. De Stichting Indië Monument Deventer ondersteunt dit soort initiatieven van harte. En het doet mij genoegen dat de heer Ruud Lapree vandaag in zijn inleiding nadere invulling zal geven aan het thema Vrijheid spreek je af. Het is onder meer die afspraak die ons telkens opnieuw in staat stelt rondom de Wachtende Moeder herdenkingen te vieren. Om de herinnering aan de slachtoffers levend te houden en hen de eer te geven die hen toekomt. En niet alleen tijdens de herdenking. Wij zien geregeld dat families en vrienden de vrijheid nemen om op de dag na de uitvaart bloemen te plaatsen bij de Wachtende Moeder, ter nagedachtenis van hun recent overleden dierbaren. Zo krijgt ons monument meer betekenis. Ik wens u allen een goede herdenking. Beste mensen, lieve aanwezigen, vandaag 15 augustus 2014 herdenken we hier bij het monument de Wachtende Moeder, Nederlandse, Molukse en Papua oorlogsslachtoffers in het voormalig Nederlands-Indië
zoals mijn voorganger zei, in de jaren 1942 tot 1950. Als voorzitter van Stichting Mazogi, afgevaardigde van de Molukse Raad en van de Molukse Gemeenschap en de Papua Gemeenschap, heet ik u welkom. Selamat datang, selamat bertemu. Vrijheid spreek je af. Kebebasan harus disetuju. Met alles wat we voor ogen hebben, hoort men dat met elkaar af te spreken. Afspraken uit het verleden dient men na te komen. Anno 2014 spreken we met elkaar af om die vrijheid te waarborgen en te verdedigen. Helaas is het niet overal het geval. Onrust, oorlog, genocides vinden plaats waar men geen afspraken maakt om te leven in vrede en vrijheid. Vrijheid spreek je af, maar dient ook aangehouden te worden. Hier in Nederland, maar vooral in Maluku en Papua, waar vrijheid onderdrukt wordt, onze landen zouden met elkaar moeten afspreken. Vrijheid spreek je af. Zoals toendertijd wijlen koningin Juliana in de Kamer zei, ieder volk heeft het recht om in vrijheid te leven. Ook uit die tijd, wij willen Ambons trouw met onze trouw belonen. Ons daardoor eigen recht en vrijheid waardig tonen. Op onze schouders rust een nationale plicht, een eretaak, die niet voor onrecht zwicht. En daarom zweren wij te helpen en te vechten voor Ambons vrijheid zijn door ons beloofde rechten. Dus vrijheid spreek je af. Laten wij de nieuwe generaties dit met elkaar afspreken, zodat slachtoffers die zijn gevallen voor hun vrijheid niet vergeten mag worden. Maar ook het afspreken om met elkaar samen te werken, om te leven in harmonie, vrede, maar vooral vrijheid. Vrijheid spreken we met elkaar af. Geachte aanwezigen, 69 jaar geleden kwam er een eind aan de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hiermee kwam een eind aan het geweld en het verdriet dat de Japanse agressor velen binnen en buiten Nederlands-Indië had aangedaan. Ook markeerde de overgave het moment van grote veranderingen in de koloniale verhoudingen. In Nederland zelf, in Indonesië en op de Molukken. Veranderingen waar we tot op de dag van vandaag mee geconfronteerd worden. In de herinneringen en harten van velen nemen deze gebeurtenissen een grote plek in. Zowel bij de mensen die het zelf aan de lijve hebben meegemaakt, als ook bij familieleden en nakomelingen. Het er niet over kunnen of willen praten is soms nog pijnlijker dan het werkelijke verslag van slachtoffers of ooggetuigen. Het zwijgen ertoe doen of geen kennis kunnen nemen van wat er gebeurd is, heeft er mede toe geleid dat vaak voorbij gegaan wordt aan dit hoofdstuk van onze oorlogsgeschiedenis en dat mensen zich vergeten of soms niet erkend voelen. Tijd heelt alle wonden, wordt vaak gezegd, maar fysieke littekens blijven zichtbaar en geestelijke littekens blijven vaak onbesproken. In Deventer kunnen we mede dankzij de inspanningen van de Stichting Indië Monument in ieder geval 2 keer per jaar stilstaan op 4 mei en op 15 augustus bij het leed van slachtoffers en nabestaanden van de oorlog in Nederlands-Indië. De gevechtshandelingen, de bezetting, de jappenkampen en de ontwrichting die na de overgave volgden. We gedenken hier op het centrale herdenkingsplein van Deventer met vertegenwoordigers uit vele geledingen van de samenleving en in alle vrijheid. Een vrijheid waar velen in 40-45 hun leven voor gegeven hebben en waarover wij op nationaal en internationaal niveau politieke, democratische en humanitaire afspraken hebben gemaakt. Afspraken om die vrijheid te respecteren, te handhaven en te verdedigen, bij voorkeur met vredesmissies en in dialoog. Maar we worden er helaas ook mee geconfronteerd dat deze kostbare vrijheid in andere delen van de wereld geen vanzelfsprekendheid is.
De beelden van de laatste tijd uit Oekraïne, Irak, Syrië, Centraal-Afrika maken duidelijk dat vanuit een onwrikbaar fanatisme willekeur regeert en dialoog ontbreekt. En dat vanuit dit fanatisme onschuldige mannen, vrouwen en kinderen onder de voet worden gelopen, politieke en religieuze handelswaar worden of gewoon worden vermoord. En de kern van dit alles is het volstrekte gebrek aan respect en tolerantie van het maatschappelijk bestaan, de cultuur of het geloof van een ander. Vertaald naar het thema van deze herdenking, veel mensen is het niet gegeven om afspraken te maken over hun vrijheid. Omdat er mensen zijn die enkel het eigen belang nastreven en anderen hun wil en beperkingen opleggen. Op mondiaal niveau staan wij, zoals we hier bijeen zijn, voor ons gevoel machteloos om het doorbraak te realiseren. Maar we kijken niet weg en geven met herdenkingen als deze het signaal af dat wij van de geschiedenis hebben geleerd. In Nederland en in Deventer hebben respect en tolerantie tot kernwaarden van onze democratie en samenleving benoemd. Maar die kernwaarden zijn niet vanzelfsprekend. Je moet ze overeenkomen, je moet ze vastleggen en je moet ze onderhouden. Afspraken moet je in je hoofd en je hart vastleggen, koesteren, in de dagelijkse omgang met mensen toepassen en regelmatig aanscherpen en herbevestigen. Door eenvoudige zaken als acceptatie, waardering, een klop op de schouder, een helpende hand, aandacht en een bemoedigend woord. We staan nu stil bij hen die slachtoffer werden van het gebrek aan vrijheid of er hard voor hebben gevochten. Voor nu ben ik dankbaar dat wij hier met elkaar in vrijheid samen kunnen zijn om onze dierbaren die in voormalig Nederlands-Indië slachtoffer zijn geworden te herdenken en eer te betonen. Van noten en nagelen, tot boeketten en bloemen, aan het voorzijde van het monument. In de vorm van sonnet. Wat dan? Waarom zijn noten en nagelen? Ja, die verhoogden de smaak en de houdbaarheid van het voedsel. Identiteit bewijs van de Molukse-Indische archetype. Waarom zijn de krans en de boeketten? Die zijn de bloemversieringen voor de dappere, geliefde landgenoten en de bekenden die er niet meer bij ons samen zijn. Ze zijn nu beëdigd op aarde van Ereveld, in een ingemetseld in een zuidje voor het Nederlands-Indië monument. Ter nagedachtenis aan allen uit onze gemeente die ten gevolge van de Japanse bezetting het leven liet door de waarde. Dank u. Het lied die wij gaan zingen, Pangwang Ibong, gaat over dat je je moeder nooit zal vergeten, hoe zij je heeft getroost als baby. En later dat je als militair naar een vreemd land gaat, eventueel gemarteld werd of gevangen werd gezet. Maar dat je altijd de gedachtenis naar je moeder nooit zal vergeten, die jou toen als baby heeft getroost en gesust. Pangwang Ibong. Ayune,
Vaker soldado, Odanku, Jadila, de Cherai, Brabatabu, Chiu, Ali, Dari, Ibu, Bapakku, Saudara, yang ku cintai. Vrijheid spreek je af. Bij iedere herdenking probeer ik telkens weer een beeld te vormen hoe het was in tijden van weleer. Geboren na de oorlog, geen doodsangst meegemaakt, proef ik toch de verschrikking die nog steeds veel harten raakt. Van kind af aan werd mij verteld, wij hadden niks te eten en zijn geranseld door de Jap als je de buiging was vergeten. Van opa's, oma's, tantes, ooms, hun waar gebeurd verhaal. Het Jappenkamp, het Birma-spoor, je filtert het totaal. Een mede-krijgsgevangene, door pa nog steeds vereerd, beledigde de Kempeitai en werd gefusilleerd. Hij weigerde een blinddoek om, kreeg trots zo waar zijn zin en riep vlak voor het fatale schot: leve de koningin! Aangrijpende verhalen. Ze zijn uit eerste hand. Je kunt ze het best vertalen door liefde voor het vaderland. De bruin verkleurde fotootjes met witte kartelrand, waar achterop met potlood stond, net terug in Nederland. Een hutkoffer met spulletjes, een kleewang en een kris. Getuigen van een andere tijd. Geluk en droevenis. Families vielen uit elkaar. Veel kinderen emigreerden. Geen werk, geen geld, zodat ze teleurgesteld ons land de rug toekeerden. En als ik nu een rouwkaart krijg uit Dallas of Hawaii, dan denk ik aan het Birma-spoor en aan de Kempeitai. En 6200 man, die al veel eerder vielen. Zij stierven daar, voor vrijheid hier. Wij koesteren hun zielen. Maar ook bij Nagasaki-stad is nu een park van vrede. Als daar geen bom gevallen was, hield ik hier nu geen reden. Wij hebben hier decennia in vrijheid kunnen leven en spreken af dit ideaal voor altijd na te streven. Dank u.
dames en heren, heeft herdenken nog zin? Die vraag is mij vele malen gesteld. En steeds kom ik tot hetzelfde antwoord. Ja, het heeft zin. En meer dan ooit. Dat antwoord zal bij mij nooit een automatisme worden. Of een dooddoener om met weinig energie een lastige vraag te ontwijken. Herdenken is en blijft van wezenlijke betekenis. Waarom? Omdat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid moet worden gevochten als zij er niet is. Vraagt om inspanning om haar te behouden. Vrijheid is een ultiem doel. Een opgave waar je het nodige voor moet doen of juist moet laten. Voor sommigen zelfs het leven. Daarom zijn we hier. In de woorden van het organiserend comité, vrijheid spreek je af. Omdat vrijheid zo'n groot goed is, zijn wij erop gebrand om, indachtig de herdenking van vorig jaar, onze vrijheid door te geven aan generaties na ons. Vrijheid is een hoofdbestanddeel van onze beschaving. En onze kinderen moeten ons erop kunnen aanspreken dat wij die voor hen koesteren. Daarom herdenken wij hier nu de Nederlandse, Molukse en Papua slachtoffers uit Zuidoost-Azië die vielen tussen 1942 en 1950. 1942-1950. Dat is exact de periode die samenvalt met de jaren die ik in Nederlands-Indië en later Indonesië doorbracht. Mijn moeder was hoogzwanger toen Japan op 7 december 1941 de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op Hawaii aanviel. Het was het verraderlijk aangestoken lont dat het begin van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië oproep. Een maand erna, Nederland-Indië was nog niet gecapituleerd, ben ik in Batavia geboren. Er was die nacht luchtalarm en mijn vader moest de taxichauffeur met zijn revolver dwingen mijn moeder en de vroedvrouw naar het ziekenhuis te rijden. Weer een maand later viel Singapore en lagen zee en luchtruim open voor de invasie op Java. Mijn moeder, haar twee kinderen en onze trouwbaboe moesten vluchten naar Changjur in de bergen, niet ver van het huidige Bandung. Mijn vader bleef als douane, ambtenaar en behorend tot de militaire noodformatie achter in Batavia. Er viel weinig te redden. Al in maart 1942 capituleerde Nederlands-Indië. Mijn vader werd opgepakt en ontsprong de toeval gevangenneming en ondervraging door de Japanse kapitein. Wat hem in dat geval waarschijnlijk zijn leven zou hebben gekost. Hij kon zich bij zijn gezin voegen, maar werd enige tijd later alsnog van zijn bed gelicht. Wij zagen hem na de oorlog terug als een menselijk wrak van nog geen 39 kilo. Mijn broer en ik herkenden hem niet meer. Die tijd in de Bloddorp-gevangenis had hem geen goed gedaan. Maar hij had het overleefd. Hoe bizar. Mijn vader en velen met hem dankten hun leven aan de afschuwelijke gevolgen van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Omdat die net op tijd voor hen de capitulatie van Japan konden inluiden. Maar het blijven apocalyptische gebeurtenissen. Een helse weg die kennelijk nodig was om tot het einde van de oorlog in Zuidoost-Azië te leiden. Na het geweld de vrede, na de vrede de vrijheid, het lijkt zo'n logische volgorde. Was dat toen maar zo in onze voormalige archipel? Helaas had daar de geschiedenis haar eigen dynamiek. Het einde van de mondiale Tweede Wereldoorlog had vleugels gegeven aan het decolonisatieproces. Nederlands-Indië werd slagveld van oude en nieuwe ambities.
Voor de ene partij was sprake van een vrijheidsoorlog. Voor de andere de wens om geweld tegen haar burgers te voorkomen en het bewerkstelligen van een door het oude moederland geregisseerde machtsoverdracht. Na de politieke inzichten van toen waren dat correctionele handelingen, politionele acties. Alle welgemeende bedoelingen van de betrokken partijen, Nederland, Indonesië, de Verenigde Naties, ten spijt, ontstond in Nederlands-Indië een geweldschaos. Wederom bloedvergieten, opnieuw leed en trauma's. Die Bersiap-periode was niet voorzien. Er was weliswaar een einde gekomen aan de oorlog met Japan, dat wel, maar Nederlands-Indië was nog verre van vrede. Laat staan dat er vrijheid was om te gaan en staan waar je zou willen. Vrijheid en vrede spreek je af. Die stelling is het thema van deze dag. En als het gelijk van die stelling ergens is gebleken, dan is het toen wel daar geweest. Bij de toenmalige onderhandelingen tussen Nederland en de nieuwe staat Indonesië. En de wereldgemeenschap. Vrijheid spreek je inderdaad af. Zolang de afspraken er daar toen nog niet waren, of niet werden nagekomen, waren er wachtende moeders. Velen hebben tevergeefs gewacht. Daarom zijn we hier, bij het gedenkteken dat er hier in Deventer als symbool voor staat, de wachtende moeder. Als we in onze huidige tijd om ons heen kijken, dan mogen we gerust constateren dat er nog veel te herdenken en dus te leren valt van de geschiedenis. Dames en heren, de symboliek van de wachtende moeder, die taal van het sculpturale beeld, dat is van alle tijden. Dat is het mooie van kunst. Een kunstenaar kan meer uitdrukken dan met woorden gezegd kan worden. Het grote wereldgebeuren gaat pas leven wanneer het geschreven wordt in verhalen en wanneer mensen in die verhalen een gezicht krijgen. Over die eerste helft van mijn 8 levensjaren in Nederlands-Indië had ik natuurlijk weinig directe herinneringen. Over de periode van de Indonesische opstand wat meer. Pas de jaren na de staatsrechtelijke soevereiniteitsoverdracht staan mij helder voor de geest. Dat heeft niets te maken met psychologische verdringing, maar alles gewoon met leeftijd. Later in Nederland werd er door mijn ouders niet tot nauwelijks gesproken over de oorlogsjaren en de geweldsuitbraken erna. Zij wilden hun kinderen niet lastigvallen met hun sores daar, in dat verre land en het vervagend verleden. Beter was het, vonden zij, voor hun kinderen om je te richten op een nieuwe toekomst. Zij hebben er zelf wel de lasten van ondervonden. Nog eens extra, omdat hun zwijgen gevoed was door onmacht en onverwerkt leed. Ik leerde het onbekende tropische niemandsland uit mijn vroegste jeugd pas in al zijn intensiteit kennen uit de brieven die mijn vader mij schreef toen hij al ver in de 80 was. Ja, toen pas. Als een uitbraak van emotie en afstandelijke acceptatie. Mede over dat stuk van mijn jeugd schreef ik het boek Terra Incognita, Indische schetsen van vader tot zoon. Ik verwerkte daar de spaarzame brieven in die mijn vader mij schreef in de toen al late herfst van zijn leven. Vele familieleden en goede vrienden overleefden de oorlog en de Indonesische opstand niet. Waaronder om dicht bij huis te blijven. Zijn broer en mijn beide grootouders bleven in Papua-Nieuw-Guinea in het Pravakamp. Ooms, tantes, 3 nichtjes. Zo leerde ik voor het eerst in samenhang met elkaar en tegen het decor van de oorlog, de opstand en het vertrek uit het land van geboorte
mijn eigen geschiedenis pas kennen. Mijn terra incognita kreeg namen, werd gevuld met verhalen. Velen delen met mij dergelijke geschiedenissen. Gebeurtenissen kunnen schaduwen oproepen waarvan de gevolgen vele generaties later hun tol nog kunnen eisen. De grote en de kleine verhalen, alle dienen zij doorverteld te worden. Niet om het gepasseerde verleden nieuw leven in te blazen, maar om ervan te leren. Zoals van het overkoepelende verhaal dat het starten van de oorlog een onjuiste, eenzijdige beslissing was. En dat het geweld van de Bercy-optijd erna alle betrokken partijen vielen aan te rekenen. Maar laten wij vooral niet vergeten dat de uiteindelijk tot stand gekomen vrede het resultaat was van dialoog, van onderhandelingen. Vrede werd afgesproken zoals ook vrijheid dient te worden afgesproken. Het is, dames en heren, het welgekozen thema van deze dag. Dank u wel.
Droom.
liefde blijft steeds bij jou. En zing dit lied. Belangstelling voor de 15 augustus herdenking rondom het Indiëmonument de wachtende moeder is. Wij danken u hartelijk dat u aanwezig was en blijk heeft gegeven van uw betrokkenheid bij een waardige herdenking. Rest mij nog de heer Ruud Lapré te bedanken voor het beschikbaar stellen van enkele exemplaren van zijn boek Terra Incognita. Als u geïnteresseerd bent in dit boek, neem dan zo dadelijk even contact met mij op. Een speciaal woord van dank aan allen die op enige wijze hebben meegewerkt aan het welslagen van deze herdenking.